Welkom bij de allereerste onafhankelijke aflevering van Motorgek. Wij tolereren het gewoon niet meer, hè? Nee, om onderdeel te zijn van Autogek. Daarom. Wij zijn zo immens populair geworden, waar we houden een eigen programma. Het is ook gelukt en we zijn lekker bezig hier met het gereed maken van het decor en de setting. En zoals je ziet, er staat nog niet alles op zijn plek. Nee, de baas staat nog verkeerd om. Er staat volgens mij nog een keukentrap. Een trap in de weg. Maar we zijn nog druk bezig om te bedenken hoe we het gaan doen. Maar dat gaat vast goed komen, Gerard, toch? Ja. Kijk. Loopt er nu en dan nog eens iemand achterlangs. Een beetje poetsen, want het is nog een beetje stoffig. Ja. En zo. En maar, niet getreurd, ook Autogek gaat door. En we gaan het op deze manier doen. Wel door. Ja, we gaan zeg maar, om de week hebben we een Motorgek en de week erop een Autogek. Een ander programma. Ja, iets anders, ja. Maar ja, dan hebben we toch om de beurt, hebben we ieder wat elks wat wils een beetje wat anders. Maar we wouden nu wel graag van start gaan en dus we hebben al... In van de zomer wat opgenomen. Een itempje met twee oude Nortons. Oude? Ja. Toch wel. Wat? Jaren 70 toch? 72? Ja. Verder niet precies meer. Van een goede vriend van me. Hij heeft er maar liefst twee. Gaan we ook weer twee keer behandelen. Ja. Topmotoren. Het geluid ook. Echt top. Zeg mooi. Kijk maar eens even. Vandaag is er een goede vriend van mij op visite. Die, als je vroeger in de jaren 60 iets wou betekenen op motorgebied, dan had je of een Triumph of een BSA, of je had een Norton. En hier staat vandaag een Norton Commando. En die is van mijn goede vriend Johan Swiep. Johan, wanneer heb je dit ding gekregen, gekocht? Nou, dat was in 1977, hè, Piet. Nee, ik had daarvoor een andere Norton Commando, ook een 850cc van 74. En dat was een roadster, een klein tankje. Maar die reed ik plat op een overstekende dronken bromfietser. Dat kan beide niet doen. Nee, het liep goed af voor beide, zowel voor hem als voor mij, maar de motor was totaal los. Oh, zonde. En hoe heet het, ik had mazzel, want het wrak dat brak een hoop op. Want Norton die rond de jaren 70, 75, die waren aan het overleven. En om te overleven brachten ze dit type uit als laatste commando met een elektrische starter. Maar dat was een beetje... Dat zei je net, dat is die van een buitenboord. Die is van een buitenboord, maar die werkt dus niet goed. Twee takten, één cilinder, wat is het geweest? Nou, en die zetten ze dan op een ding twee pitten. Ja, om toch wel even de Japanse concurrentie het hoofd te bieden, maar dat is niet gelukt. Nee. En dit is nou het laatste model Norton Commando, wat je dus verstaat onder een staande Britse twin. Wow. Ja. En hoe zit dat nou, jou? Die kilometer tellen, die toeren tellen, hoe lang doen die het? Deze doet de 80.000 kilometer, tot nu toe. Die is nog niet stuk geweest? Nee, die is niet stuk geweest. Dit is bij de Triumph hebben ze het verhaal wel gehad, je rijdt 10 kilometer niet op. Nee, dit is allemaal, dat werkt allemaal nog. Alleen, ik heb die elektrische start eraf gehaald, ik heb het stikje er wel laten zitten, want dat is voor de originaliteit. Ik kan ook precies zien waar die elektrische start er Ja, die zat daar. Die zat daar. Oh. En het andere model wat ik thuis heb staan, de Roadster, die had het niet. Maar die had ook niet een dubbele schijf, want deze heeft een voorremschijf en een achterremschijf. Is die andere van jou en die andere van jou dan? Een trommelrem achter nog. Oké. Okay. Maar dat ik was... verbaasde mij erover, want dat was volgens mij, de Japanners hadden dat in 77 ook pas. Maar de CB750 F1 hadden ze ook een schijf achter, dat was de eerste. Klopt. Dus... Maar Norton was aan het overleven, wat ik al zei, en ze waren overgenomen door Filius Triumph, maar het werd hem niet. En, het ging op een gegeven moment over de kop en als je deze motor nu hebt, ja, dat ding is van 1975, praat over 46 jaar oud, dan is het gewoon een hebben ding. Maar ik heb je al eerder verteld. Ik vind hem ook echt, het is echt een heel leuk ding. Ja, dit is een hele leuke motor hoor. Hij is ook oliedicht zoals je ziet. Ja, dat is ook wel een unicum. Zit er dan wel olie in? Ja, normaal gesproken ligt er een plasje olie onder. Maar, ja, want als het er niet onder ligt, zit het er ook niet eens. Precies, maar deze is redelijk oliedicht. Ah, vind ik knap. Naarmate je harder rijdt, komt er wel eens een spettertje op je broek, maar dat hoort erbij. Ja, dat heb je toch als je Engels rijdt. Ja, toch? Dat moet een beetje erbij zouden. Kijk, voor de rest, kan ik er eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. Zijn dit ook de originele uitlaten? Nee, dit was een megatons. Ja, dit is P-shooter silence. P-shooters, is het. Ja. Maar er zaten van die dichte dempers op voor de milieueisen natuurlijk. Ja. Want Amerika was een groot land waar ze afzet hadden. En ze moesten de schakeling naar links brengen in plaats van rechts. Oh, dat heb jij ook al. Ja. En ze moesten een startmotor bouwen en schijfremmen. Want
Is dit het eerste type dan wat de schakeling zo aan de goede kant heeft? Ja, dat is deze. Oké. Okay. Die... Nou, ik zat daar net naar te kijken en toen jij reed had ik hem, want ik reed achter je. Ja. Toen dacht ik, hé, hij doet alles goed. Ja, één naar beneden en de rest omhoog. Ja, dat was ook omdat de Amerikanen dat eisten. Ze zeiden, we willen dat gelul niet meer hebben van één omhoog en de rest naar beneden. Dat is die andere wel die ik heb. Die roadster. Die is van 1 omhoog en de rest naar beneden. Dat is een racefiguratie noemen ze dat toch? Maar dat zit op rechts. Maar het is natuurlijk heel idioot dat je met je rechtervoet schakelt en met je linkerhand koppelt. Dat is helemaal niet logisch. Nee, dat is niet symmetrisch. Maar Engelsen denken niet logisch, die denken gewoon in emotie. Ja, ja, net zoals Italianen. Precies. Maar ja, dat is het verhaal een beetje van die commando. En kijk... Had jij het nou veranderd naar één carburateur? Of staat... Die staat standaard 2? Standaard 2, dubbele Amals carburateur. Maar door het trillen van het blok, want het is natuurlijk een lange slagmotor, ban je de trillingen niet helemaal uit. Wat Norton heeft gedaan, is alles in rubbers gehangen. Voor, achter en boven. Dat zie je niet helemaal. Maar dit bijvoorbeeld is een silent blok. Waardoor het trillen niet aan mij wordt doorgegeven. Nee, nee, nee. Maar het blok staat wel te stuiteren natuurlijk. Ja. En BMW heeft het overgenomen van hun. En dat noemen ze geloof ik kantjes. Ja, die schudt. Ja, die schudt. Ja, dat vind ik niks. Maar deze stamp. Nou, dat zei ik nog toen we net reden. Ik zei, jezus, stamp dat ding. Ja, die erachter rijdt dan. Ja. Maar dat houdt de trillingen van de rijder af. Dat is een isolatic system, noemen ze dat. Dat was door Rolls-Royce ontwikkeld samen met Norton. Wat doen we? Ja. Een dure motor? Ja, een dure motor. Ze moesten wat, die Engelsen. Was dit ook fluweel? Nou, nee. Want in Amerika zeiden ze, als ik moet betalen met mijn betaalpas, dan tintelen mijn handen van het trillen. Dat moet anders. Ja. Of mijn vullingen rammelen uit mijn gebit. Oh, die ja. Ja, dus dat moest anders. Ik kreeg gratis een tandartsafspraak bij, zeg maar. Dus dat trillen moest eruit op een of andere manier. Maar is dit nou echt een parallel twinning? Ja. Gelijk op en neer gaat? Dan heb je maar één ontsteking nodig, zeg maar. Later, Honda die heeft ze op de beurt. Ja, maar dit is tegelijk. Ja, is zo mooi. Ik heb een keer een beurt gegeven aan een Triumph. Mm-hmm. Toen liet ik hem warm draaien, moest naar het toilet, kwam terug, staat hij in een heel andere hoek. Ja, klopt. Het is een motor die tegen je praat, Piet. Ja, en ben je weglopen. Ja, die ben je weglopen. We kunnen misschien wel een demonstratie geven, hoe dat gaat. Maar soms loopt hij wel eens weg. Nou, doen we zijn. Kom, dan krijgen we ook toch even een gigantische tractatie. Ja, soms kun je wel eens weglopen. Oh, dan zet ik nog een blok onder. Ja, maar dat is een hartstikke luxe. Makkelijke motor is dit. Ik hoop dat hij dit een keer troep doet. Ja, vast wel. Ja, we hebben stroom. Klaksel. Ja. Dankzij Japanse techniek, Mikuni. Oh, jij hebt hem dan Mikuni? Mikuni carburateur en een elektronische ontsteking. Ah, geen puntjes? Ja, dat scheelt wel. Loopt hij zo'n beetje. Maar kijk, dit is trillen. Het voordeel. Ja, mooi hè. Ja, dat is niet de echte parallel. Ja, dat is dus eigenlijk wat je hebt. Ja, leuk man. Ja. Dit doet hij, maar je merkt zelf helemaal niks. Dit zijn ook allemaal namen. Ja. Dat kom je nergens tegen. Nee, Lockheed. Dat is toch ook een stoere naam. Ja, dat is wel. Ja. Maar we geven... Nou, en de P-shooters hè. Dat is toch geniaal? Ja, mooi man. Alles rammelt, maar je hebt er zelf niet. Ja, je hebt het niet in de gaten. Alles in rubber, of niet? Ja, alles hangt in rubber. Moet je ook het bandje nog even doen, Gerrit? Moet je kijken hoe klein bandje erin zit. Maar, en die moet eraf. En hij scheurt erop, wil jij niet weten. Nou, dat is toch echt een symfonie. One kick and it runs. Ja, het is echt. Ja. En dan maar zeggen dat het niet betrouwbaar is. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. De betrouwbaarheid van die motor, als je hem op een normale manier goed onderhoudt, dan gaat hij een leven mee. Ja. Het punt is alleen dat je dus niet de illusie moet hebben dat je moet gaan sprinten met zo'n moderne motorfiets bij een stoplicht. Nee. Want die lange slagmotor is natuurlijk van 1947, die Nortons. Die hebben ze gewoon doorontwikkeld van 500 naar 850 cc. En zo moet je er ook mee rijden. Ja. Niet boven de 5000 euro, 130 km per uur snelweg, hard zat. Alles blijft heel. Ja. No? En dit, zijn dit nou, hoe noemen ze dit? Beton? Vader? Nee? Nou, hoe heet dat? Ja, dit zijn ook voor de trillingen dit, hè? Ja, hè? Dikke. Dat dikke heeft toch een naam? Beton of zo? Biston? Geen idee. Nou, geen idee. In ieder geval, dus ze zijn super. Hey, het logo, hè? Ja, het logo. Moeten we nog wat over vertellen, Gerrit? Oh, ja.
Die weet het toevallig ook. Het logo is natuurlijk best wel niet om van Norton nou te zwetsen. Bijzonder. Pa Norton, James Lansdowne Norton. 1898 richt Norton op en in 1914 zijn dochter Ethel. Omdat pa een hondenliefhebber was, ja, van dit logo. Een zittende hond die de staart over het merk staat. Slaat. Ja. Snap je? Cool hoor. Dat is een cool merk, hè? Ja, en de ootjes schuin, net als Heineken. Dat maakt het net even leuk, hè? Ja, dat maakt het af. Maakt het af. Ja. 1914. Maar nou nog een vraag. Hoe zit het dan met die staart van Triumph dan? Geen idee. Wat voor hond is dat? Ja, dat durf ik niet te vertellen. Het is geen hond. Het moet misschien liggen aan het feit dat de originele bedenkers van Triumph Duitsers waren. Oh, dat zou toch kunnen. Ja. Maar wat merk is nou, was er nou eerst? Norton of Triumph? Norton. Nou, dan hebben ze dus gewoon nagebouwd. Ja. Vind ik wel weer jammer. Norton is een pioniermerk, net als Harley Davidson, wat is geweest voor Amerika. En waar ligt dat aan? Omdat men vond in 1900 en later, als de rijder problemen heeft met zijn koppeling, dan kan hij demonteren en laat hij het blok intact. Omgekeerd, als hij wat aan het blok heeft, laat hij de koppeling intact. Ja. Maar ook de versnellingsbak. Dit concept, hè? Ja, want dit is een... Een pre-unit. Ja, dit is... En dat, alleen deze kap zit over de beide units heen, zeg maar. Ja, klopt. Maar dit is typisch, dit heeft Harley dus ook. Ja. Dat is allemaal een facer twin. Mag ik er even op zitten, Johan? Ja, ik ga er maar op zitten. Dat moet je altijd vragen aan eigenlijk. Dit is zo populair, zo klassiek. Gerard, dit is toch geniaal. Doe dit denken aan ik zit op de wc, zeggen ze altijd. Ja, dat heeft het wel. Het is een heel speciale. Oh, dan moet je even kijken wie het nog doet, Johan. Hoor eruit. Laat maar even horen, Johan. Daar is hij wel. Ja, daar is hij weer. Ja. Maar wat het voordeel wel is, Piet. Mijn vrouw wil maar op één motor en dat is achter de Norton. En een Triumph dan, die trilt ook. Nee, nee, dat gaat veel te hard. Kijk, hoe fijn zit dit voor je meisje achterop? Het zit perfect. Het zit anders dan ik gewend ben, ja. Maar het zit wel te gek. Dat bedoel ik. Dit is een ideale tweepersoonsmotor. Serieus? Ik vind het te gek. Ik vind hem zo. Want dit ook, het is allemaal zo anders dan Japans. Basic. Ja, maar dat is, ik ben Japanners. Nou, ik ben ook begonnen natuurlijk met de jaren 70 Japanners. Ja, ja. Maar dat is allemaal zo anders. Ja, dat is misschien, hoe noem je dat? Technisch volmaakt. Ja. En dat is dit niet. En wil je dat altijd? Kijk, ik heb je wel eens uitgelegd, hè, dat als wij vertrekken met een Norton en we zeggen tegen onze familie we komen aan, dan rekenen we altijd in geschatte aankomsttijden. Ja, je weet ook nog. Dat is ook een klassieker. Maar ik moet zeggen, ik heb 300.000 kilometer op Nortons gereden en ik heb misschien 5 keer de wegenwacht nodig gehad. En dan praat ik over 40 jaar motorrijden. Ja. Dus dat valt me mee. En jij hebt hem echt, je hebt hem in tussenpauzes gehad, hè? Je bent hem ook nog een stukje. Ja, ik heb hem op een gegeven moment in 92 heb ik deze motor ingeruild op een Triumph. Nou even opletten, wat voor merk heeft hij toen Triumph verkocht? Ik heb een Triumph verkocht. Ja. En toen dacht ik van... Hij is tot bezinning gekomen, noemen ze. Maar na 10 jaar, toen dacht ik van, ik heb geen 20 W50 meer onder mijn nagels. Het is allemaal veel te mooi en er zit helemaal geen verhaal bij zo'n motor. Nee. Dus toen heb ik hem weer teruggekocht. En toen kreeg ik hem in deze situatie weer terug, zoals hij nu bij staat. En dit is origineel het Norton grijs wat we kennen van de racemotoren. De Manx en zo gaat dat ook. Kleuren. Ja, dit waren de Manx, dat is een dikke eencilinder racer. En de Nortons die met name tussen beide wereldoorlogen, die beheersten de circuits in Europa. En om even een voorbeeld te geven, tussen 1930 en 40. Wisten ze van de 92 Grand Prix races er 78 te winnen en vandaar dat ze de bijnaam kregen Unapproachable, ongenaakbaar. Ja. Maar goed, dat was historie. Ja, ja, het blijft allemaal, ik vind het altijd heel boeiend, die Engelse, hele Engelse geschiedenis. Ik ben natuurlijk eigenlijk uit de Japanse generatie. Ja, maar dat is helemaal niet verkeerd, want ik ben ook op een Japannertje. Ik ben ook op een Japannertje begonnen, want het was bij ons thuis... veel te gek als je bijvoorbeeld met zo'n zware motor begon. Ja. En mijn vader zei, begin je eerst maar op een kleintje. Dat werd dus een Yamaha. Ofwel Yamadakamha. En Japanse arbeiders maken alles half af. Vind je die? Ja, die zijn nog niet goed. Die moet je Japan wel met de Griekse ijs schrijven. Ja, maar voor Engels had je ook allemaal uitdrukkingen.
Triumph niet? Nee, Triumph niet, maar Notta kon je ook niet bedenken. Maar AJS was ook zo'n merk, hè? Dat betekent ja. Alle Jezus snel. Of BSA was bij storm afstappen. Ik weet toevallig de officiële naam van BSA. Ja, Birmingham Small Arms. Ja, ja, dat is een wapenfabrikant. Ja. Wist je ja, dat? Ja, daarop zitten ook in, ja. in dat logo van hun zitten twee ja, geweren, toch? Ja, drie. Drie? De Pilot drie. Arms noemen ze dat. Dat ze dus tegen elkaar aanzagen. Moeten we alleen nog eens een keer een BSA zien op de schadelen. Ja, maar BSA was in 1950 had 50.000 werknemers, hè? Oeh. Dat was een multinational, BSA. Maar heeft BSA op een gegeven moment ook niet proberen Triumph over te nemen? Ja, ze hebben van alles geprobeerd, maar het was gewoon natuurlijk... Kijk, de technische grootmachten van tegenwoordig zijn de verliezers van Wereldoorlog 2. Ja. Duitsland en Japan. Ja. Kijk, Engeland had net als Amerika heel veel last van de inspanning van Wereldoorlog 2. Ja. Dus het duurde een hele tijd voordat zij daar in Engeland de economie weer op orde hadden. En op het moment dat jij een stoker en de masjes op een trein zet, of op een tram, dan ja. doe je iets verkeerd. Ja. En dat is bij Engeland, maar goed, dat is wel verleden tijd, want nadat 75, 80 hè, kwam het allemaal beter. Ging het nu voor de rest wel beter met Engeland. Maar daar hadden ze het mee te maken. Ja. En dat, dus dat, de verliezers zijn de grootste, hoe zei je dat? De grootste techneuten van naoorlogse periode. Nou, ja, Duitsland en met auto's en met Japan met motorfietsen, dat is wel heel duidelijk. Ja. En dat heeft alles te maken omdat ze alles plat geflikkerd hadden daar. Ja. Dus ze begonnen gewoon opnieuw. Ja. Maar ja, die Engelsen opnieuw beginnen bij. Ja, en die Engelsen beduurden gewoon voor. Nou ja, Triumph is ook weer opnieuw begonnen. Ja, klopt. En die doet het heel goed, hè? Ja. Nou ja, je ziet het. Dit is het. Ja. Triumph is een hit. Volgende generatie. Maar goed, die heb ik dan ook nog. Voor het geval dat deze het niet doet. Nee. Maar dat, ja. Ja, die is ook hoeveel jaar nieuwer? Nou, die is van 1999, ja. Okay. Ja, dit blijft toch leuk rijden, want hier ja, heb je gewoon... Dat zei ik weet de 18, hè. Ja. Het heeft iets. Het is ook altijd plezier op zo'n ding. Ja. Het is gewoon fun kilometer. Ook niet alleen dat je erop rijdt, maar ook die je tegenkomt. Ja, ook dat. Het ook en, mooi en, om, ja. Het is gewoon een leuke motor om op te rijden, joh. Ja. Dit was Johan met zijn Norton. Maar het is niet de enige die hij heeft. Hij heeft er nog een, daar zit ook nog een verhaal aan vast, ja, hè? Klopt. Er zit een heel leuk verhaal aan vast. Zie je de volgende keer. Dat was het voor deze keer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, over 2 weken. Doei. Doei. Paul, dat was best wel te gek dat jij, want iedereen herkent jou natuurlijk, dat jij er met een poets door... Dat jij er met een boetiedoek achterloopt, dat heeft wel iets. Ja, gelijk. Eigenlijk, je hebt geen bordje auto gek nog, hè? Dat je met dat bordje achterlangs lopen en kijkt of je ergens past. Jawel. Maar dat deed meneer Cactus ook altijd. Hij was wel kinderlijk, heeft u wel. Maar dit was wel leuk dat je met zo'n poetsdoek achterlangs loopt, toch?